Nou, wie denkt aan religie bij de oude Egyptenaren, die denkt al heel snel aan die enorme tempels. Hè? Denk aan de tempel van Karnak in het zuiden van Egypte. Dan denken we aan die grote diversiteit van goden met die dierenkoppen, die hele indrukwekkende enorme afbeeldingen. Dat is het staatsgeloof. Het geloof voor heel Egypte als een land. En dat draaide eigenlijk allemaal hierom. Om de godin Maat. Om het in stand houden van de balans in de maatschappij. De Egyptenaren geloofden heel erg in dualiteit. In goed en kwaad. En het behouden van het balans daarvan. En deze godin, die godin van de balans, als zij tevreden was, als zij genoeg werd geëerd en met haar alle andere goden, dan kon de maatschappij goed werken. Nou, hoe gebeurde dat dan? De goden werden vereerd in die tempels. In die grote tempels stonden enorme beelden. De farao was in feite de allerhoogste priester van het land. En in zijn navolging waren er een aantal andere priesters, echt de elite, die verzorgden de godenbeelden als vertegenwoordigers van de goden op aarde. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor de gewone mensen? Voor de mensen op straat, hoe zij geloof beleefden. Zij hadden geen toegang tot die tempels, daar kwamen zij niet. Of tenminste, heel erg beperkt. Dus hoe beleefden zij geloof en de rol van de goden in hun leven? Nou, net zoals mensen van alle tijden, zeg ik altijd maar, hadden ook de Egyptenaren hoogstwaarschijnlijk de grote vragen van het leven. Wie of wat zijn wij? Wat gebeurt er met ons na de dood? Hoe is de wereld eigenlijk ontstaan? En hoe ziet hemel en aarde er dan uit? Eigenlijk enorme grote vragen waar we allemaal op onze eigen manier een antwoord op zoeken. En dat deden de Egyptenaren ook. En in die vragen zagen zij de rol van de goden. Nou, wat zijn wij? Wij zijn mensen, maar iets in ons lichaam, zal na onze dood voortleven als we daar de juiste maatregelen voor treffen. Dus iets in ons is ja, iets wat zich bij de goden, in de godenwereld kan voegen na de dood. Want wat gebeurt er dan met ons na de dood? Nou, dan moeten we een enorme weg afleggen. Dan komen we bij een groot oordeelmoment. Zijn we een goed persoon geweest of niet? En als we dat doorstaan, dan komen we bij de goden terecht. Hoe is de wereld ontstaan? Nou, een scheppingsverhaal kent ieder geloof wel. De Egyptenaren hadden niet één scheppingsverhaal, die hadden diverse. Afhankelijk van de stad waar je woonde, was een bepaalde godheid was vaak iets belangrijker of iets meer geliefd. En die god had dan een prominente rol in het scheppingsverhaal. En een van die verhalen is bijvoorbeeld dat de god Gnoem op zijn pottenbakkerswiel, als beschermheilige van de artiesten, de vaklieden, schepte hij vanuit klei, schepte hij de wereld. En wat zijn hemel en aarde dan? Ook goden. De god van de aarde ligt onder onze voeten, Geb. En de godin van de hemel strekt zich boven ons uit, godin Nut. We kijken tegen haar met sterren bezaaide buik aan. Allemaal vragen die u zich misschien ook wel eens heeft gesteld. En dit is hoe de Egyptenaren daarover dachten. Maar om nou echt te weten hoe dat in het dagelijks leven ging, hè, maandag tot en met vrijdag 9 tot 5, hoe beleef je dat dan inderdaad, dat geloof, moeten we naar Egypte zelf gaan. En dan zoomen we in op een heel bekend dorp, genaamd Deir el-Medina. En Deir el-Medina is een soort tijdscapsule. Dit is een dorp midden in de woestijn, in de buurt van het Dal der Koningen, waar de koningsgraven van het Nieuwe Rijk zijn. In dat dorp wonen de mensen die deze graven maakten. En omdat het in de woestijn lag, is het op een gegeven moment verlaten, omdat de toevoer van voorraden stopte. En daardoor is eigenlijk die situatie in dat dorp, dat leven is gepauzeerd, totdat het werd herontdekt in de moderne tijd. Nou, als we gaan kijken naar het dorp, dan zien we dus de platte grond. Dan zien we waar de mensen hebben gewoond, waar de huizen hebben gestaan. En ik heb voor u een kleine reconstructie hier. Dan zien we inderdaad de huizen, de straten. Dus we lopen echt even hier door het leven van de oude Egyptenaren. En als we dan gaan inzoomen, dan komen we dit soort sporen tegen. Het lijkt misschien niet zoveel, maar hier is waar ik u mee naartoe ga nemen. Een reis naar het leven van de oude Egyptenaren. En gaan we zien hoe geloof een rol speelt in het leven daar. Dit zijn kleine huizen. Als je wat belangrijker was, dan had je waarschijnlijk een paar vertrekken. Het was altijd één verdieping. Op het dak werd ook wel geleefd. Waarschijnlijk met een afdekkingje. Het is toch Egypte, dus het is er vrij warm. En in die vertrekken was er een verschil tussen de wat meer publiekere vertrekken en de privévertrekken. In de wat meer publiekere vertrekken hebben archeologen deze sporen gevonden.
Links zien we een ophogingje met een kleine trap. En rechts zien we, nou laten we het even twee niches noemen. Nou, voor archeologen was dit een grote ontdekking. Want zo reconstrueren we de functie van die vertrekken. En reconstrueren we het leven wat zich in die vertrekken heeft plaatsgevonden. Hier ziet u een kleine schets. En ik heb hier, zien we die ophoging met een aantal treden. Één niche en twee niche. En wat we eigenlijk zien is een kleine kapel. Dus een kapel in huis. We zien een klein huisaltaar. En daarnaast zien we wat we noemen een schijndeur. Dus een nepdeur als het ware. En die schijndeur die was natuurlijk niet bedoeld voor u om doorheen te wandelen. Die was bedoeld voor ofwel de goden ofwel de zielen van de overledenen. Die zo toegang hadden tot de ruimte. Die hadden hun eigen deur. Nou, hoe ziet zo'n vertrek er dan uit? Je ziet, naarmate we achter in het huis komen, is het meer de leefomgeving, de privévertrekken. En voorin zien we dat er veel meer een rol is weggelegd voor het geloof. Wat vinden we dan in die vertrekken? Nou, daar hebben we ook objecten gevonden. Objecten zoals dit soort objecten. Een kleine stele van een man in aanbidding. En dat zien we omdat hij de armen heeft geheven. En dat is eigenlijk altijd het symbool voor aanbidding. En hij zit tegenover een beeld op een tafel, op een verhoging. En dat beeld is van een ramskop. Nou, wij spreken hier, Deir el-Medina ligt helemaal in het zuiden van Egypte, in de buurt van Thebe, waar de god Amon een enorme rol speelt. En één van de gedaantes van de god Amon is die van een man, het lichaam van een man, maar de kop van een ram. Enorm geliefde god, ook een scheppingsgod. En wat we dus zien is dat kleine stelletjes gewijd aan deze goden, heel simpel vervaardigd, worden in huis in die niches geplaatst, in die kleine altaren geplaatst. En vormen dus een directe bond tussen de Egyptenaren zelf en die god. Dat ze een eigen manier hebben van het vereren van die god, die dus buiten de tempel staat. Nou, wat vinden we dan nog meer? Nog een aantal van die kleine stellen. Ze zijn niet altijd even zo, prachtig uitgewerkt, zoals de wat meer openbare stellen. Die zal ik u zo laten zien. En deze stelle is gewijd aan de god wiens naam met een ibis wordt geschreven, de god Tot. God van het schrift, van de kunstenaars ook wel. En deze god was heel populair in deze gemeenschap, want hier woonden een heleboel kunstenaars die werkten aan de graven en die daar de teksten voor gericht op het hiernamaals als voor de farao's schreven. Dus geen gekke keuze om natuurlijk te vereren. Eigenlijk een ondersteuning in jouw werk. Hij heeft hier alleen een ander uiterlijk. Hij heeft op zijn hoofd namelijk een maansikkel en een maanschijf. Want Tot is niet alleen god van het schrift, hij is ook de god van de maan. Dus hij heeft een dubbele rol. En de maan, weet u waarschijnlijk heel goed, die heeft een cyclus waarbij die niet te zien is, dan weer vol is en dan weer niet te zien is. Dus een cyclus van verdwijnen, herstel, continu eigenlijk. Een continue zekerheid. En daarin zagen de Egyptenaren ook een symbool van regeneratie, wederopstanding en nieuw leven. Nou, ik zei al, deze stelles verschillen dus heel erg van de stelles die in de kapellen voor iedereen werden neergezet. Dus in het dorp had je niet alleen de kapel binnenshuis of een niche binnenshuis, maar je had ook de kapellen op de hoek van de straat. En dan deed je natuurlijk iets meer je best. Dan werd er een iets mooiere stele gemaakt, met meer kleur, iets uitbundiger. Want daarmee kon je ook laten zien aan je buren dat je natuurlijk een goede gelovige Egyptenaar was. Andere stelletjes die we vinden zijn deze voorbeelden. We zien hier een man, wederom met de handen omhoog. En als u goed kijkt, ziet u dat boven die man zweeft een oor. Dit is niet een uniek voorbeeld, we hebben meerdere voorbeelden. Hier zien we ook een aantal figuren, armen omhoog, in dit geval vergezeld van twee oren. En wat zijn dit nou? Nou, dit zijn steles die cadeau worden gedaan aan de goden en die verzoeken dat de goden luisteren. Dus er zit een bepaalde manier in, een bepaalde benadering in van dat er iets wordt gezegd of iets wordt geschreven en dat men gehoord wil worden. En dat is ook letterlijk wat hier op de tekst wordt geschreven. Er staat hier een tekstje in het midden, tussen de twee oren in, gewijd aan de godin Ptah. Dus er staat Ptah Sejem Chi. Ptah die gebeden verhoort. En dan staat er onder nog eventjes gemaakt door Amon Mose. Want je wil natuurlijk wel zeker zijn dat Ptah weet wie deze stelen heeft gemaakt.
Nou, als je zeker wilde zijn dat jouw gebeden verhoord werden, ja, dan kon je zeggen 1, 2 oren. Je kon natuurlijk ook eventjes iets meer oren in de strijd gooien. Dus 4, 8. En als je echt zeker wilde zijn, of de nood was echt heel erg hoog, dan kon je er natuurlijk voor kiezen om een paar tientallen oren te doen. En dan hoopte je maar dat uiteindelijk jouw verzoek ingewilligd werd. Soms wordt de godheid of een beschermgod direct aangesproken. We zien hier bijvoorbeeld de figuur van een Sphinx. Kennen we ook als de grote beschermer die voor de piramides ligt. Nou, deze is iets kleiner. Weer met een oor. Maar we zien ook, vinden we, ooramuletten. Dus u moet zich voorstellen dat je heel graag wil dat de goden jou horen. Dan kan je natuurlijk beter een ooramulet meenemen. Wat vinden we nog meer in die huizen? We vinden dit soort voorwerpen. Bustes van menselijke figuren. Dit zijn geen goden. Althans, niet die staatsgoden waar we het over hebben. Dit zijn afbeeldingen van de overleden voorouders. De Egyptenaren, zei ik net al, die geloofden heel erg in dualiteit. En ze geloofden sterk dat als je was overleden, dan had je dus een eeuwig leven. Maar jouw ziel was in staat om heen en weer te reizen in feite. Die kon eigenlijk allerlei kanten op. En dat betekent dus dat jouw ziel dus ook terug kon komen. En jou ofwel kwaad kon doen, of iets goeds voor je kon doen. Nou, die dualiteit, daar geloofden ze sterk in. En ze geloofden dus ook heel erg in omgaan met die dualiteit. Dus bedenken, hoe kun je iets wat kwaad kan doen zo benaderen dat het goed voor jou gaat werken. Nou, dan maak je dus een fantastische mooie buste van opa Jan, zeg maar. En dan werd hij in de schijndeur gezet of in het altaar gezet. En dan bracht je een offer. En dat was dan vaak eten en drinken. Want men geloofde heel erg dat in het hiernamaals was er één ding wat we altijd moesten doen. Namelijk eten en drinken. Net zo goed als dat we dat hier altijd moeten doen. Dus als je ervoor zorgt dat opa Jan dus 1 keer per week iets te drinken krijgt, dan komt hij waarschijnlijk niet bij je spoken na zijn dood. Nou, dat de Egyptenaren geloofden in die kracht van de voorouders, zien we ook in dat ze kleine steles maken. En ik heb hier een lijntekening even voor u om het iets beter te laten zien. En daarin staat een familielid die dit heeft gemaakt, staat in aanbidding voor een man op een stoel gezeten met een lotus aan de neus, een lotus aan de mond. Symbool van dat deze persoon is overleden. En deze persoon wordt een Aag, Iker en Re, of Aag, Iker en Ra genoemd. Een effectieve ziel van Re. Re was de zonnegod. De zon ging iedere dag onder en kwam weer op. Ging onder en kwam weer op. Dus net zoals de zonnegod ging de overleden onderwereld in en kwam weer tot leven. Dus werd een effectieve vertegenwoordiger van Re. Nou, om dus je overleden voorouders te vriend te houden, kon je mooie stijlen maken. Als je goed je best deed, dan zorgde je dat de overledene mooi werd uitgedost, maar voor zich ook nog werd afgebeeld met een tafel met eten. Want zoals ik zei, dat eten en drinken was heel belangrijk, dus je wilde ervoor zorgen dat ze genoeg eten en drinken te hadden. En dat hoefde niet altijd het fysieke eten en drinken te zijn. Want in de Egyptische belevingswereld was een afbeelding van eten, een vertegenwoordiging van wat het moet laten zien, was net zo effectief via magie als het eten zelf. Plus een afbeelding van een tafel met eten gaat natuurlijk iets langer mee dan een fysieke tafel met eten. Nou, dat het contact tussen leven en dood soms heel hecht is, zien we in een hele mooie brief uit onze collectie. Dit is een brief die was vastgebonden aan een beeldje van een dame. In dit geval de overledene. En het is een brief van haar echtgenoot aan haar, waarin hij klaagt. Hij begint de brief, hij is heel slordig geschreven. Nou, dat mag u van mij aannemen, want ik weet dat u geen expert bent op het gebied van cursieve handschriften, maar het is niet netjes geschreven. Hij slaat ook alle introductie over, dus geen beste lieverd of iets, direct to the point. En hij zegt, nooit heb ik een man aanleiding gegeven om mij te berispen over mijn handelswijze tegenover jou. En hij doet nog eventjes een schepje erbovenop. En let u goed op de verwoording. Nooit hoefde je te merken dat ik je bedroog. Zoals een boerenkind. Ja, u ziet al waar dit naartoe gaat inderdaad. Deze meneer die wordt 's nachts in zijn dromen gestoord door zijn overleden echtgenoten. En hij geeft allerlei argumenten waarom ze dat vooral niet moet doen. Waarom ze vooral zich met andere zaken moet bezighouden. En zijn grootste argument is dat hij nooit heeft laten merken dat hij haar had bedrogen. Dus hoe haalt ze het in zijn hoofd? Nou, dat contact tussen dood en leven is dus vrij hecht. En een brief schrijven is je beste manier om je boodschap over te brengen. Dus we hebben zowel gesproken woord als schrift om die verbinding te maken. Kan op een brief gemaakt aan een beeldje, maar als je natuurlijk slim bent, dan schrijf je het op een kommetje
waar de voedseloffers in zitten. Want als die ziel dan terugkomt naar het graf om dat, die energie uit dat voedsel te nemen, dan staat daar ineens een tekstje op die kom. Ja, en dan ga je dat toch wel lezen, een beetje zoals de krant bij het ontbijt, denk ik dan. En dit soort teksten vinden we aan de binnenkant van de kom en aan de buitenkant. En we hebben bijvoorbeeld één voorbeeld, en die ga ik niet helemaal aan u voorlezen, maar u kunt eventjes met mij meelezen. Eén voorbeeld van een vrouw die aan haar overleden echtgenoot schrijft en die klaagt van, nou, nu is hij overleden en in het hiernamaals, maar hij heeft niet goed gedaan voor zijn dochter. Dus zijn dochter die wordt een beetje benadeeld. Dus ze verzoekt hem nu om echt actief te handelen om voor die dochter op te komen. Om voor die dochter haar de goede weg in te sturen. Dus van een echtgenoot, van een weduwe naar haar echtgenoot. En we zagen net over van echtgenoot naar echtgenoot. Natuurlijk hebben we ook de kinderen die soms een probleem hebben met de ouders. En zo hebben wij een man die schrijft aan zijn overleden ouders. Heeft hij mooi één kommetje voor. En dit gaat erover dat zijn ouders zijn overleden. En ja, we weten natuurlijk niet wat de familieverbanden zijn. Maar deze zoon heeft in ieder geval gezorgd voor een fijne begrafenis voor zijn ouders. En dat brengt hij ze ook in herinnering. Dus hij zegt, dit is een herinnering aan je reis door de onderwereld. Toen ik een voorpoot van een os heb gebracht. Dus hij zegt, let op, ik heb iets voor jou gedaan. En nu vindt hij dat hij, nou ja, niet helemaal juist is behandeld door zijn broer. Dus hij wil dat in dit geval zijn vader iets doet aan zijn broer. En dat staat aan de binnenkant. Aan de buitenkant van het schaaltje staat een tekst geschreven voor de moeder. Dus ook de moeder wordt hierbij betrokken. En de moeder kreeg geen poot van een os. Maar er wordt gezegd, weet je nog die keer dat je mij vroeg om 7 kwartels of om kwartels te brengen voor jou om te eten? Nou, ik heb er 7 gebracht. Dus ik heb nog wat te goed. Je moet nog iets voor mij doen. Nou, hoe dit uiteindelijk is afgelopen weten we natuurlijk niet, maar het geeft een mooi kijkje in de belevingswereld. Niet alleen had men een relatie met de overleden echtgenoten, probeerde men een relatie op te bouwen met de staatsgoden, maar men keek ook naar de problemen om zich heen. De problemen van alle dag. Ik zeg maar, ik heb een belangrijk tentamen morgen, of een lezing, hè, en dan maar hopen dat de goden met mij zijn, bij wijze van spreken. Nou, in Egypte was dat niet anders. Men keek naar het leven om zich heen, had daar problemen in, had daar wensen in en zocht hulp bij goden. Dat deed men dan niet zo snel bij die grote staatsgoden, want die waren er eigenlijk om die balans in het leven in stand te houden. Nee, je zocht het iets dichter bij huis. En bijvoorbeeld, dat kon bijvoorbeeld bij deze godin, Taweret geheten. Haar naam betekent letterlijk de grote dame. En het is op zich niet verrassend waarom ze zo heet, want het is een grote mevrouw. Het is een vrouw in de vorm van een zwanger nijlpaard. Dus vandaar de dikke buik. En zij is beschermvrouw van de moeders en de jonge kinderen en de zwangere vrouwen. En dat is zij omdat nijlpaarden in het oude Egypte, in tegenstelling tot de krokodil, waren dat een van de engste dieren die je kon tegenkomen. Het allerengste wat jij kon vinden als jij met jouw bootje door de rivier de Nijl aan het peddelen was, was een baby nijlpaard. Niet dat een baby nijlpaard zoveel kwaad kan doen, maar als een moeder nijlpaard die nooit ver weg is, denkt dat jij de baby nijlpaard kwaad wil aandoen, dan zal ze die tot op de dood toe verdedigen. Dat is gewoon een dierlijke waarheid, die is nu zo, die is toen zo geweest. En in het hoofd van de Egyptenaren moet het zo hebben gewerkt dat deze beschermster van haar kind dus de ultieme figuur is, vertegenwoordiger van een godin die begaan is met de bescherming van kinderen. Dus vandaar dat ze altijd rechtop staat, in een soort menselijke houding. Toch een beetje die goddelijke houding. Maar wel een zwanger nijlpaard is. Vaak is die buik is wat extra aangezet. Maar ze heeft vaak hele scherpe tanden. Niet des nijlpaards, bijna krokodil. En ze staat geleund op het symbool Sa. Hieroglyf Sa, van bescherming. Nou, soms wilden ze die afbeelding nog even wat extra kracht bijzetten. Dan geven ze dolken in haar handen. In dit geval is het nog extremer. Ze leunt hier op kleine krokodillen. En op haar rug heeft ze ook een krokodil die haar ondersteunt. Dus dit geeft haar een soort oerkracht, een verdedigende moeder mee. Nou, hoe vond Taweret dan een rol in het leven? Nou, we zagen die mooie beeldjes al. Dit was dus niet een staatsgodin, die had niet een enorme tempel. We hadden van die mooie beeldjes. Maar we zien haar vooral heel veel op amuletten. Dus
kleine amuletjes, die zijn vaak zo groot, die droeg men dan bij zich. En de amuletten hadden twee functies eigenlijk. Het is een tweedeling van amuletten in het oude Egypte. Amuletten voor de dood en amuletten voor in het leven. En Tawerret zien we heel veel op amuletten voor het leven. Soms wordt ze ook inderdaad in een klein Tawerret-vormig amuletje gedragen. En u ziet hier al heel mooi rechtsbovenin dat er een gaatje in zit. Want sommige van die amuletjes werden ook aangezet in een ketting met kralen en soms nog met andere amuletten van hetzelfde materiaal. Het materiaal is fayans en het is een heel populair materiaal voor Egyptische amuletten. En dat weten we omdat de Egyptenaren schreven ook allerlei eigenschappen toe aan bepaalde materialen. Dus vandaar dat het materiaal is net zo magisch als de afbeelding die het vertegenwoordigt. Zo. Hier zien we nog een heel mooi klein detail en dan kun je zien hoe klein die afbeeldingen soms zijn. Nou, de afbeelding van Tawerret zien we ook in dit soort kleine voorwerpen. Dit is een klein flaconnetje. U ziet, er zit ook een opening aan de bovenkant. Ze heeft hier heel erg goed dat uiterlijk van die zwangere vrouw. Want dit is waarschijnlijk bedoeld voor het bewaren van melk of vloeistoffen die aan de baby werden gegeven. En om er natuurlijk voor te zorgen dat het allemaal veilig is, dat het allemaal goed gaat, geef je dat niet zomaar een vorm. Dat geef je dus de vorm van een godin die daarvoor belangrijk is. En we vinden haar afbeelding ook, en die kunt u hier zien, helemaal links, op dit soort voorwerpen. En dit is een ivoren amulet, altijd in een sikkelvorm. De precieze functie daarvan is ons nog niet helemaal duidelijk, maar het amulet staat altijd vol met allerlei beschermende figuren. Hier heeft u bijvoorbeeld een heel mooi detail, staat ze hier ook in het midden. Beschermende figuren die te maken hebben met het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving. En er is een idee dat dit misschien werd geplaatst in de vertrekken van de kinderen. Dus dat dit is bedoeld om de kinderen te beschermen. Nou, een van mijn persoonlijke favoriete goden, helaas vrij onbekend, maar erg belangrijk, is de god Bes. Van de god Bes, daar doe ik eigenlijk altijd een kleine oefening mee als ik een rondleiding geef. Doen we associatie, dan vraag ik wat is het eerste wat bij u opkomt. En vaak hoor ik dan dingen als eng, wanstaltig, dik, lelijk. Nou, dat klopt ook allemaal, want dat is Bes ook. Het is een beetje een gedrongen figuur, groot hoofd, dierlijke trekken. Niet de knapste. Maar de rol van Bes vergt ook dat hij er zo uitziet. Bes is namelijk de beschermer tegen kwaad. Kwaad in brede zin. Dus al het kwaad kan eigenlijk worden afgewend door een afbeelding van Bes. Dan moet je natuurlijk niet een mooie figuur hebben. Dan moet je een figuur hebben die er intimiderend uitziet, die er eng uitziet, die het liefst ook nog inderdaad je boos aankijkt. Dus vandaar dat het een dwergachtige figuur is. In het oude Egypte hadden dwergen een soort magische, werden magische krachten toegeschreven. Hij heeft vaak leeuwenpoten, dierlijke leeuwenpoten. Hij heeft een soort baard die op leeuwenmanen lijken. Een heel erg groot boos gezicht. Vaak steekt hij ook nog zijn tong uit. En hij is vaak gewapend met attributen. In dit geval draagt hij een schedel om de nek in een soort ketting. Dus een intimiderende figuur. Maar het idee is dus dat er geen enkel ding in deze maatschappij, of het nou levend, doods of spiritueels is, niks is zo eng dat Bes het niet aan kan. Dus vandaar dat we deze figuur ook heel veel zien op die verschillende voorwerpen. We zien hier bijvoorbeeld een hoofdsteun. Dus de oud-Egyptische variant van een hoofdkussen. Dat is waar men de nek op legde om te slapen. En tijdens je slaap ben je natuurlijk kwetsbaar, want er kunnen boze dromen jou kwaad komen doen. Dus dan wilde je dat Bes eigenlijk om jou heen was om jou te beschermen. En vaak wordt hij dan vergezeld door iemand die we ook al hebben gezien, door Tawerret. Dus dit was een hoofdsteun met aan de ene kant de figuur van Bes en aan de andere kant de godin van Tawerret, waarvan we weten dat ze ook een krachtige beschermer was. Nou, van Bes hebben we talloze amuletten, allemaal kleine amuletten, gedurende de hele geschiedenis van de oud-Egyptische maatschappij. En het is pas eigenlijk later, in de late tijd, zoals we dat noemen, dat hij zo populair wordt dat hij ook echt een staatscultus krijgt. Dus dan heeft hij het echt gemaakt. En van Bes vinden we soms hele unieke voorbeelden, voorwerpen. Een van de meest bijzondere voorwerpen, vind ik, die we hebben gevonden van Bes, is als we de hoofdsteunen even daar laten, is dit voorwerp. Dit is een potje weer. U ziet weer, er zit een opening aan de bovenkant. En de handen van Bes zitten gaten in. Dit is namelijk een koolpot.
Nou, de Egyptenaren die droegen make-up op de ogen, rondom de ogen, ter bescherming van tegen vuil en tegen zonlicht. En zelfs bij het dus toebrengen van die koolpot waren de goden niet ver weg. Want je kunt natuurlijk gewoon een koolpotje hebben, maar je kunt dus ook een koolpot hebben in de vorm van de god Bes. Dat iedere dag, dat als jij die make-up aanbrengt, die cosmetica aanbrengt, dat de goden dus niet ver weg bij je zijn. Ja, nou, dat is fantastisch, want ik ben net bij mijn rondmaakplaatje. Dus laten we eens even teruggaan naar de gewone Egyptenaren. Meneer en mevrouw Egyptenaren. We zeggen dat we weten gelukkig heel veel van de Egyptenaren. Door archeologie, door tekst. En als we voorwerp, object, of als we object, tekst en archeologie met elkaar kunnen combineren, dan kunnen we gelukkig een beetje iets zeggen over hoe de gewone Egyptenaren het geloof hebben beleefd. En ik hoop dat ik u een klein idee heb gegeven over hoe zij daar in hebben gestaan. Dank u wel. Super.